De 54-jarige Kenneth Herdigeen is bedlegerig, heeft een paar beroerte aanvallen gehad en is afhankelijk van extra verzorging en verpleging. Hij ligt boven in een huis met verdieping en hij moet met tussenkomst van de brandweer beneden worden gehaald om de arts te kunnen bezoeken. Kenneth Herdigeen heeft hoge suiker en bloeddruk. Hij heeft een kapotte schouder na te zijn gevallen. Wij brengen u ons bezoek aan deze chronisch zieke man met medeneming van gebotteld water en incontinentiemateriaal. We zijn thuis bij de bedlegerige meneer Kenneth Herdigeen. Een man die een behoorlijke staat van dienst heeft gehad. Tot het moment dat hij beroertes kreeg en bedleger is geworden. Meneer Herdigeen is afhankelijk van mensen. Die heeft medicatie nodig, die heeft zorg nodig, die heeft thuiszorg nodig. Die heeft van alles nodig dat een zieke bedlegerige persoon nodig heeft. We zijn hier bij meneer Herdigeen thuis om polshoogte te nemen. Hoe het staat met hem. Hoe hij de dag doorbrengt. Hoe zijn dag begint en hoe zijn dag eindigt. Ja, natuurlijk wanneer hij gaat slapen. Gaat genieten van de nachtrust. Meneer Herdigeen, u bent nu bedlegerig. U had dit natuurlijk sowieso niet gewild. Maar hoe komt het dat u bedlegerig bent? Ik heb een paar beroertes naar elkaar gehad. Ik was gevallen, heb mijn hoofd geslagen en heb daarna beroerte na beroerte gekregen. En toen zijn mijn benen gaan uitvallen. En toen ben ik basically bedlegerig geworden en ik kan niets doen. Alles moet in bed gebeuren, poepen, plassen, eten, deken, braden, alles. Ik kan niet eens opstaan, niets. Ik kan niet eens zitten. En mijn medische behandeling, dat wordt me geweigerd. Ik weet niet eens waarom. Ik lig nu in een bovenwoning en iedere keer als ik eigenlijk ergens naar de arts moet, want alleen naar de dokter kan ik gaan, moet ik opgehaald worden door de brandweer om me naar beneden te brengen, want ik heb geen... Ik weet niet. Je vertelt mij dat het ziekenhuis u weigert. Omdat men vindt dat u te veel vragen stelt. U bent te kritisch. Maar dat is normaal toch? Als u ziek bent, wil u vragen stellen. U wil weten wat er precies met u aan de hand is. De medicatie die u krijgt. Wat de bijwerkingen zijn en zo. Klopt, maar ook dat is het probleem. Ik mag het niet weten. Ik mag niet weten wat mijn bloedsuikerspiegel is, ik mag niets weten, maar het personeel die me niet kent, weet het wel. Dus ik snap niet waarom. Ik weet echt niet wat er aan de hand is. Misschien om u niet verder op te zwepen? Ja, omdat er... Dus kijk, er worden bepaalde dingen gedaan daar die ik niet op prijs stel om te vertellen, want het is niet mijn zaak. Maar er wordt mij niet gegeven wat ik moet krijgen en als ik het vraag, dan ben ik kritisch. Ik kan niet in een ziekenhuis liggen en dan heb ik een virus en dan ga ik af en dan wordt het verplegend personeel boos dat ik te veel pampers gebruik, maar daar betaal ik voor. En ik kan niet met ontlasting 1 meter hoog daar achter me liggen omdat men niet wil komen om mij schoon te maken. Het is te veel. Dus al dat soort dingen. Ik heb echt hulp nodig. Waar ik een beneden woning of iemand kan hebben die me naar de arts kan vervoeren en kan me helpen. Want ik kan niet lopen, ik kan niet zitten zelfs. Hoe zit het met de zorg bij u? Ik krijg nu 2 uurtjes morgen zorg van sociale zaken. 2 uurtjes middags, omdat ze me dus moeten baden. Maar als ik afga, dan moet ik dat zo liggen. Als ik bijvoorbeeld om 6 uur middags afga, ben ik genoodzaakt tot 9 uur morgenochtend te wachten op de thuiszorg om het te verschonen. Dus je zou eenmaal 24 uur thuiszorg moeten hebben? In feite wel. Of misschien iets of iemand die me kan helpen. Ik weet niet. Ik kan niet zo liggen in ontlasting de hele avond en de hele dag. Ik probeer een mogelijkheid te hebben dat ik
naar de arts kan gaan. Want ook naar de artsen kan ik niet gaan. Ik heb geen manier hoe ik daar naartoe moet. Ja, de brandweer wordt ook moe om me iedere keer te komen halen, om me naar beneden te sjouwen. Komt uw huisarts niet aan huis? Ja, mijn huisarts komt wel. Als ik hem vraag, hij doet wel een de huisarts die doet wel zijn uiterste best. Als ik een beroep op hem doe, is hij altijd daar. Altijd. Maar ik heb die specialistische behandeling nodig. Ook de specialisten die helpen me. Maar het is een probleem met het personeel op die afdeling waar ik moet liggen. Kijk, ik lig met een gebroken schouder hier. Hoe komt hij daar aan? Ik ben gevallen, want ik kan niet lopen, maar ik probeer erop te staan. En ik ben gevallen en ik heb mijn schouder gebroken. En nu is mijn hele links helemaal dood. En u ligt met die pijn de hele dag? De hele dag. Ik kan niets anders doen. Geen medicatie daarvoor? Nou, ik heb één keertje goed paracetamol gehad ervoor, dat zit. Alleen paracetamol, niets anders. En dat was binnen een weekje op. Ik leer nu, dit is de derde week dat ik hiermee lig. Dit is lijden en last, meneer Herdigeen. Ik heb vorige week had ik een afspraak om een foto te gaan maken. Ik heb de brandweer gebeld, zei ik, we komen halen, de ambulances, we komen halen. Ben ik daar aangekomen, zeggen ze, de arts is met verlof. Dus ik was 3 minuutjes daar en dan moest ik terugkomen. Gelukkig dat de goede Samaritaan die kosten voor me betaald heeft. Maar dat was 500 SRD. Elke keer dat u dus naar de specialist moet gaan, moet u 500 SRD neertellen? Ja, dat kost het voor die rolstoelvervoer. Dus dit is 2 kilometers verwijderd van academisch. Ik betaal 200 SRD daarvoor. En de brandweer moet komen? Ja, en de brandweer moet komen. Waarom moet de brandweer komen? Om naar beneden te brengen, want ik heb geen mogelijkheid om naar beneden te gaan. En 2 mensen kunnen we niet alleen brengen. Dus ze komen met z'n 3 of 4 in een rolstoel, tillen ze met die hele rolstoel op naar beneden. Snap je wat ik bedoel? En als ik terugkom is het hetzelfde, dan moet ik weer beneden wachten. Totdat ze komen en dan tillen ze me weer op naar boven met die rolstoel. En zelfs in bed moeten ze wel liggen, want ik kan niet in die rolstoel stappen. Maar ik heb echt hulp nodig hoor. Ik kan me niet peppen, zelfs kan ik me niet meer permitteren. Het is te veel. Je gezichtsvermogen gaat ook achteruit. Ja, ik ben blind geworden in mijn rechteroog. En mijn linkeroog is heel erg daf. Ik moet ook naar een oogarts, maar ik haal het niet, want ik heb dat geld niet op. Dat moet ook op diezelfde manier gebeuren. Ook weer met de brandweer en ook weer met de zorgwagen. Die financiën heb ik niet. Ik kan het niet doen. Echt, dus ja, wat moet ik doen? Ik begrijp dat die artsen betaald moeten worden. Nou, maar ik heb geen mogelijkheid om daar aan te komen, omdat ze hier bij me komen. Meneer Herdigeen, wat hebt u nodig? Ik weet dat het misschien een lastige vraag is, maar u hebt wat nodig. U hebt de gemeenschap nodig, u hebt die helpende hand van de gemeenschap nodig. Hoe moet die hulp eruit zien? Nou, voor mij, ik wil, als ik een beetje therapie kan krijgen, of dat ik weer kan lopen bijvoorbeeld, of kan opzitten, dat ik mijn eigen dingetjes kan doen, toch? Kijk, als ik me kunnen helpen met een paar pampers en dat soort toestanden, dan ben ik hier erg blij, want ik gebruik daar 2 pakken pampers per dag. Dat zijn er 250 als er niet is. Wat zijn de maten? Extra large. Dat is het. We zullen u niet verder vermoeien. Gemeenschap, u ziet het. Meneer Herdigeen, die is bedlegerig, kan geen voet verroeren. En hij heeft hulp nodig. U hebt al gehoord wat voor hulp hij nodig heeft. U hoeft niet per se naar meneer Herdigeen te komen, maar u kunt het ook via ons bij 1 voor 12 doen. En wij zorgen ervoor dat die hulp naar meneer Herdigeen komt. Meneer Herdigeen heeft ook wat thuiszorg nodig. 1x 24 uur thuiszorg. Want de thuiszorg die hij krijgt is een gedeelde, die is deeltijds. Dus die kan er niet de hele dag zijn, begrijpelijk. Dus eenmaal 24 uur thuiszorg zou meer dan billig zijn voor meneer Herdigeen. Meneer Herdigeen, we hopen dat die hulp zo gauw mogelijk uw richting komt. Zo, ik heb bedankt alvast voor uw hulp, want ik heb het echt, echt nodig.
Nou, zelfs mijn voeding is helemaal kapot. Volgens de arts ben ik ondervoed, maar ik doe mijn best. Ik kan niet veel doen, ik kan niet gaan koken, ik kan niets kan ik doen. Ik moet in dat bed liggen de hele dag. Hoe ziet uw dieet eruit? Wat moet u eten, wat mag u eten, wat mag u niet eten? Wel, ik ben eigenlijk op een zoutarm dieet. Want ik heb last van hoge bloeddruk, enorm, en hoge suiker. Van diabetes. Maar die diabetes is een beetje onder controle, want ik heb wel die insuline die ik inneem dagelijks. Maar die pijnen, vooral die pijnen hier bij mijn schouder waar ik gebroken is. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet gezien word op mijn gebroken schouder. En het is niet dat hij uit die kom is. Is kapot, is gebroken. Ze hebben gewezen dat hij niet uit die kom is, anders zou je het weer erin drukken. Maar hij is kapot, dus je moet 8 weken zo blijven. Ik probeer een sling te kopen dat ze me hebben voorgeschreven. Die sling kost 1185, gewoon een stukje verband dat je zo om je hals zet. Ik kan het niet betalen. Ik kan het niet kopen. Dus ik verwacht eigenlijk, ik ben heel erg blij als iemand me zou kunnen bijstaan en helpen, vooral met de thuiszorg. Ja, misschien wat pampers en dat soort toestanden. Goedemorgen, meneer Herdegijn. Zoals beloofd. Zouden we terug bij u komen? We hebben wat inkoopmateriaal voor u gebracht, met pampers. En van Waha hebben we een tree water voor u meegenomen. Ik zie dat u door uw pampers heen was, want ik zie dat u wat heeft laten kopen. Ik heb net weer wat moeten laten kopen. Net 7 gebruikt. In een uurtje heb ik 7 gebruikt. En die opstaan, dat constant pakken. De pampers die komen van familie Van Gom. Van Almere, uit Almere, Nederland. Met water van de directie van Waha. Hartelijk bedankt.